Hallo lieve mensen uit Harderwijk en omgeving. Volgend seizoen gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Ja, ik moet het zelf een jaartje overslaan, omdat ik een hele leuke voorstelling ga spelen die net iets te groot is voor uw theater. Maar er komt wel een andere voorstelling jullie kant op waar mijn handtekening aan vast zit. En dat is de voorstelling Kunst en Kitsch. Met onder andere Liz Nooyink en Raymonde de Kuiper, Arie Cupé, Lisa van Zijderveld. Nou, hele leuke cast, hele leuke, intelligente, grappige komedie over twee dames die eigenlijk elkaars tegenpolen zijn, elkaar zouden moeten haten, maar daar ontstaat een hele bijzondere vriendschap uit. En dat loopt natuurlijk helemaal mis. Nou, ik kan alleen maar zeggen, het is een stuk van Pieter Scheffer, ja, moet dat even goed zeggen. Een stuk van Pieter Scheffer. En dat is, die kennen we onder andere van Amadeus. Hè, die heeft nog zelfs een Oscar gekregen. En die kennen we van Equus. Nou, in ieder geval, die schrijver, Pieter Scheffer, heeft dat stuk, in het Engels natuurlijk, ooit geschreven voor Maggie Smith. Nou, die kennen we wel allemaal van Harry Potter, of misschien zelfs nog beter van Downton Abbey. Weet je wel, die oude dame die altijd die grappige, gekke opmerkingen maakte. Nou, doet er verder niet toe. Wij hebben Liz Nooyink en we hebben Raymonde de Kuiper. En die komen dus op 8 november naar Harderwijk. Ik zou zo zeggen, mis hem niet, want het wordt echt een hele, hele leuke, gekke voorstelling. Twee vrouwen, twee tegenpolen, twee onafscheidelijke vriendinnen in de problemen. John van Eert regisseert deze meesterlijke komedie met onder andere Raymonde de Kuiper en Liz Nooyink. Vanaf september in uw theater.